Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Ik ben vandaag, zoals je ziet, op buitenrit. Maar ik zit niet op King, ik zit niet op Guapa. Heb ik nog een paard erbij? Nee. Ik zit vandaag op Douwe. Douwe is een Fries van Isabel, in ieder geval van Isabel de opa. En Isabel die zit mij nu aan te kijken. Of dat ik een of andere gek ben met mijn telefoon. Maar ik heb dus vandaag mijn GoPro op gehad. En ik heb, als het goed is, heel veel gefilmd. En wij hebben bijna de hele rit al gehad. Maar ik dacht van, weet je wat we gaan doen? We gaan eerst even die pit uit de paarden krijgen. En daarna dan neem ik dit allemaal op. Dus dit is de intro. En dan hierna krijgen jullie de leuke cross race beelden te zien van mij, Douwe, Isabel en Treintje. Heel veel plezier met kijken naar deze hele leuke video. Vergeet je trouwens niet nog hieronder te abonneren. Dan kan je niks missen. En natuurlijk dat duimpje omhoog doen als je van zin hebt om hier naar te kijken. En dan gaan we heel gauw beginnen.
verder, zoals jullie zien, heb ik dus mijn cap op. Heb ik mijn bodyprotector aan. Ik heb hieronder gewoon een shirt aan. Ik had eerst mijn vest aan hier, maar het was zo warm, jongens. Dus die heb ik eruit gedaan. Dus nu heb ik gewoon mijn bodyprotector nog aan. En gewoon mijn laarzen. Daar zo. En nou, wij zijn ondertussen lekker naar huis aan het stappen. En de paarden hebben het super goed gedaan. En dat was ook de allereerste keer dat ik op Douwe zat. Maar het is echt een schatje. Nou, hier rijden we dan. Dat is Isabel dus, met treintje. En deze paarden zijn ook gewoon snelweg mak. Dat is wel heel erg leuk. Nou, ik steek ondertussen de asperges en zo uit de grond. Nou, en ze zijn zo ontzettend lief. En ze hebben voorbeengebruik. En ze zijn zo mooi. Oh, we gaan even draven. Nou, en ja, ik vind het echt zo leuk om te doen. We hebben lekker onder de mollespetters. Maar daar heb ik het allemaal voor over, hoor, jongens. Zo, wij zijn ondertussen terug. Ik heb Douwe lekker afgehaald en hij is zo, zo lief. En het ging echt super goed. En het was echt heel erg leuk om te doen. Dus dit gaan we zeker nog een keer doen. En ze zit helemaal onder. Ik ga het even filmen. Nou. Ik helemaal onder het zand. Echt overal. Ook bij de buik en zo. Ze zitten lekker helemaal onder. Ja. Helemaal onder, hè? Thumbnail, ja. Yeah. Leuk. Anne knappert beter, hè? Isabel. Ja. Ja, Jetske in de stal. Nou, ik zou zeggen, als jullie deze video heel erg leuk vonden, dan zeker dat duimpje omhoog. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer.